komiek al eerst zo lang kunnen bekijken. Dat zal ze nu weer vragen. Ja, maar. Jan, bestaan er verschillen tussen een graduaatsopleiding en een bacheloropleiding? Ja, dus de bacheloropleidingen die duren meestal 3 jaar of een aantal uitzonderingen ook 4 jaar. De graduaatsopleidingen die duren dan maar 2 jaar meestal. Er is ook een niveauverschil tussen die twee opleidingen. Een graduaatsopleiding is nog praktijkgerichter dan een professionele bacheloropleiding. Er zit nog meer stage in bijvoorbeeld. En later ook op de werkvloer, als je een graduaatsdiploma hebt, dan behaal je beroepsniveau 5. Een bachelordiploma zit dan op beroepsniveau 6. Welke zijn nog andere niveaus in het hoger onderwijs? Je hebt ook nog de masteropleiding. Ja, aan de Erasmus Hogeschool heb je een aantal artistieke masters bijvoorbeeld. Maar er bestaan ook nog masteropleidingen aan de universiteit natuurlijk. Het is ook niet zo als je start met een graduaatsopleiding dat je het daarbij moet houden. Het grote voordeel van aan de Erasmus Hogeschool te studeren is dat we bijvoorbeeld graduaat- en bacheloropleidingen, maar ook masteropleidingen hebben. Dus dat je van de ene opleiding naar de andere kan overstappen als je nog wat wil verder studeren. Of als je denkt, in die opleiding vind ik mijn ei toch niet zo, dan kan je ook nog naar een graduaatsopleiding overschakelen. Een van de grote voordelen is dat we een heel breed aanbod hebben. Dus we hebben heel veel verschillende opleidingen, ook een aantal unieke opleidingen. Een ander groot voordeel is dat we een kleine, relatief kleine hogeschool zijn. Dus we werken vaak in kleine groepjes. Er is een kleine afstand tussen studenten en docenten. De docenten kennen hun studenten echt goed, kunnen hen ook met raad en daad bijstaan. En een ander heel groot voordeel is natuurlijk de stad Brussel, waar heel veel leerkansen zijn. Je hebt daar heel veel stageplaatsen, we hebben ook heel veel contacten met bedrijven en instellingen in Brussel waar we mee samenwerken. Er wordt veel gewerkt met kleine groepen. Betekent dat ook dat dat hele kleine opleidingen zijn? Niet noodzakelijk. In sommige opleidingen waar er in het eerste jaar 100 studenten zitten, zijn er dan wel een aantal lessen die klassikaal worden gegeven met alle 100 studenten samen. Maar als we naar praktijk gaan, dan gaan die studenten in kleine groepjes van 5, 10, 20 een aantal technieken gaan aanleren bijvoorbeeld, of een aantal cases uitwerken. Chris, een vraag die ik vaak krijg van ouders op een infodag: hoeveel moeten studenten nu eigenlijk bezig zijn per week met studeren? Een student heeft een programma van 60 studiepunten en die studiepunten drukken ook een gewicht uit in studietijd dat ze moeten voorzien. Elk studiepunt wordt eigenlijk uitgedrukt in 25 uur studiebelasting. Studiebelasting wil zeggen dat is naar de lessen gaan, dat is uw practica volgen, dat zijn uw voorbereidingen, uw taken, uw opdrachten, uw examens dat je deelneemt. En 25 uur per studiepunt voor de snelle rekenaar komt dat ongeveer overeen met een 38 uur werkweek. Dus wij adviseren onze studenten van probeer toch gemiddeld een volle week bezig te zijn met je studie. Jan, hoe ziet een academiejaar eruit? Een klassiek academiejaar bestaat eigenlijk uit twee semesters. Je hebt het eerste en het tweede semester. Meestal volgen er na het eerste semester een aantal examens. Voor de meeste opleidingen is dat na de kerstvakantie. Maar er zijn ook een aantal opleidingen die al examens hebben voor de kerstvakantie. Een aantal opleidingen voorziet ook tussentijdse toetsen. Bijvoorbeeld in de maand oktober of november, zodat studenten al een keer kunnen kijken. Ben ik goed mee met de leerstof? Moet ik nog een beetje bijspijkeren? En zodat ze ook al weten hoe er gaat geëxamineerd worden in juni. Volgen dan de andere examens. En voor studenten waarvoor het nodig is, is er ook nog de tweede zittijd in augustus of september. Hoe verloopt de inschrijving eigenlijk? Vanaf eind april kan je zoon of je dochter zich inschrijven op de website. Dat is een voorinschrijving, want we moeten uiteraard wachten tot het diploma van secundair onderwijs behaald is, om dan de inschrijving te finaliseren. Je moet wel rekening houden dat er een aantal opleidingen zijn waar er toelatingsproeven moeten gebeuren of instaptoetsen moeten gebeuren voor de inschrijving. Maar die detailinformatie die staat ook per opleiding nauwkeurig beschreven op de website. Kan je alleen in september met een opleiding starten of kan dat ook nog later in het academiejaar? De startdatum van het academiejaar is eind september, maar je kan ook nog op andere momenten in het academiejaar in een opleiding beginnen. We hebben een inschrijfmoment in februari voor de zijinstromers, de tweede semester instromers. Mocht je zoon of dochter gestart zijn in een bepaalde opleiding en het blijkt na enkele maanden helemaal een verkeerde keuze te zijn, dan is het eenvoudig via een afspraak met de trekbegeleider om daarover te praten, om te kijken welke mogelijkheden zijn er om je te heroriënteren naar een andere opleiding. Hoe gaat het dan juist in zijn werk in februari met een opleiding starten? Het grote voordeel met de starten in februari is net voor die studenten die
een foute keuze hebben gemaakt in het begin van het academiejaar, om die toch de kans te geven om nog binnen het academiejaar al kennis te laten nemen met de nieuwe opleiding, waardoor dat ze niet een half jaar verliezen, maar uiteindelijk een half jaar winnen. Het programma wat in het eerste semester heeft gelopen, wordt uiteraard het academiejaar daarna opgenomen, zodat die opleiding ook daar 3 jaar duurt. Wat gebeurt er als mijn zoon of mijn dochter niet slaagt? Het is sowieso belangrijk om te weten dat als je een jaar hoger onderwijs gestart bent, dat het geen verloren jaar is. Je zoon of dochter heeft toch met zichzelf kennis gemaakt, met een opleiding kennis gemaakt, is begonnen aan leren studeren, dus het is geen verloren jaar. Daarnaast is het ook zo, als hij maar voor een paar vakken niet geslaagd is, dat hij het eerste jaar bijvoorbeeld kan gaan combineren met al een stuk van het tweede jaar. Daar komt de trajectbegeleider bij kijken. We gaan samen met uw zoon of dochter een persoonlijk deeltraject opstellen. Dat wil zeggen dat we gaan kijken welke vakken van het eerste jaar kan hij combineren met vakken van het tweede jaar. We moeten daarbij rekening houden met een aantal zaken. Er zijn verschillende lessenroosters, verschillende examenroosters. We moeten kijken of het eerste semester niet te zwaar wordt of het tweede semester niet te zwaar wordt. Dus gaan kijken naar de resultaten van het voorbije jaar ook. Er zijn ook een aantal vakken waar volgtijdelijkheidsvereisten aan gelinkt zijn. Dat wil zeggen dat studenten aan een aantal zaken moeten voldoen voor ze een vak in een hoger jaar kunnen gaan opnemen. Ik leg het altijd uit aan de hand van dit voorbeeld. Als je in het tweede jaar wil leren zwemmen, dan moet je eerst in het eerste jaar hebben leren drijven. Want anders ga je natuurlijk verdrinken. Jan, wat is leerkrediet? Leerkrediet is eigenlijk een soort krediet dat studenten van de overheid krijgen om te kunnen gaan studeren. Ik vergelijk het vaak met een soort rugzakje waarin de overheid, als je gaat starten met studeren, 140 leerkrediet heeft gestoken. Als je gaat studeren, moet je dat leerkrediet daaruit halen om in te zetten om te kunnen studeren. Ben je geslaagd voor een vak, dan krijg je je leerkrediet voor dat vak terug. Ben je niet geslaagd voor een vak, dan ben je je leerkrediet voor dat vak kwijt. Het is heel belangrijk dat studenten dat leerkrediet goed bewaken, want zonder leerkrediet kunnen ze eigenlijk niet meer verder studeren. Het is ook zo dat studenten dat leerkrediet kunnen bewaken door tijdens het academiejaar, als ze toch vinden dat een opleiding niks voor hen is, uit te schrijven. Dan krijgen ze nog een deel van hun leerkrediet terug.